Deze jonge dame daar in het midden, in het rood, is de verrassing van de 1500 meter in Berlijn bij de Wereldbeker. Ida Njatun heeft de beste tijd als Nesbitt en Wüst in de laatste rit rijden. Nesbitt duikt onder de tijd van Njatun, maar Wüst eindigt achter haar tijd. Dat betekent brons voor Wüst, het goud op de 1500 meter voor Nesbitt, maar heel verrassend dus zilver voor Ida Njatun. Hier naast Hege Bukke, een ander groot Noors schaatstalent. En wat doe je als je voor zo'n enorme surprise hebt gezorgd? Ja, dan ga je snel rennen naar de camera en dan wil je je verhaal vertellen. Ida Njatun is haar naam, gecoacht door Jarle Pedersen. Last year, number 5 on the World Championship for Juniors. Vorig jaar nummer 5 bij de WK Junioren. Ida Njatun, gratuleren met de zilveren medaille. Thanks. Congratulations. Verrassend silver, surprising silver here in the senior competition. Yeah, thanks. It was a surprise for me also. It was amazing. When you were skating, what did you feel? What did you think? I felt I just had to relax because it's my first time in A group and I always get a little bit stressed. So now I just try to relax and skate technique and it seems like it was good. Did you think we need, or Norway need, some spectators at the World Cup next week in Hamar? Because with this result, they will come to see you. Yeah, I hope so. So it will be fun next weekend also. Yeah.